so. Het thema van de Nationale Museumweek is natuurlijk vrijheid. En ik wilde jullie vandaag een aantal objecten uit het Spoorwegmuseum laten zien die met de vrijheid van arbeid te maken hebben. Ja, ik neem jullie graag mee naar Nederlands-Indië, toen nog kolonie van Nederland, 19e eeuw, 1864. En in die periode was het voor de inwoners van Java en Sumatra zeker niet vanzelfsprekend dat zij vrije arbeid verrichten voor Nederlandse projecten. Heel veel van de lokale bevolking werd ingezet als dwangarbeider door projecten die door de overheid gefinancierd werden. En zij moesten dus herendiensten verrichten, bijvoorbeeld bij het aanleggen van wegen of het bouwen van bruggen, het maken van huizen. En dat deden ze dus eigenlijk als slavenarbeid, zou je kunnen zeggen. Nou, ik wil het eigenlijk hebben over een pionier die werkzaam was bij de Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, die als een van de eerste in Nederlands-Indië ging werken met vrije arbeiders. Rond 1850 woedde er in Nederland een grote discussie of er in Nederlands-Indië, de voormalige kolonie van Nederland, ook spoorwegen moesten worden aangelegd. En dat wilden de Nederlanders heel graag, omdat je met spoorwegen natuurlijk veel sneller in staat bent om allerlei producten te transporteren, zoals suiker en tabak en allerlei andere belangrijke producten voor de Nederlanders om te vervoeren. Nou, daar waren die spoorwegen ideaal voor. En bovendien kon je met spoorwegen ook het Nederlands leger sneller vervoeren van de ene plek naar de andere plek. Dus er waren heel veel stemmen in Nederland die zeiden ook in de kolonie moeten wij spoorwegen aanleggen. Maar dat duurde heel erg lang, want er waren ook veel tegenstanders van het spoor in Nederlands-Indië. En die zeiden ja, dat is veel te moeilijk. Wij zijn helemaal niet gewend als Nederlanders om spoorwegen in bergachtig terrein aan te leggen. En er zijn heel veel overstromingen daar. En ja, wie gaat die spoorwegen daar bouwen? De mensen daar op Java, die hebben nog nooit een trein gezien. Dus hoe kan je die nou inzetten bij het werken aan een spoorweg? Dat gaat niet. En eigenlijk waren er ook heel veel tegenstanders van het spoor. In 1864 werd de eerste spoorlijn van Nederlands-Indië aangelegd tussen Semarang en Yogyakarta. En die werd aangelegd door een particuliere spoorwegmaatschappij, de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. En alleen de staat van Nederland kon gebruik maken van die dwangarbeiders. Particuliere organisaties konden dat niet. Dus die moesten werken met mensen die vrijwillig aan het werk gezet werden. En dat was nog een dingetje. Degene die de leiding had over de spoorwegaanleg was Jan Philip de Bordes. Dat was een ingenieur uit Nederland die met zich een aantal Nederlanders en Europeanen had meegenomen om op Java die eerste spoorlijn aan te leggen. Maar ja, dat kan je niet in je eentje doen, dat kan je ook niet met een paar mensen doen. Dus er was echt heel veel handarbeid was er nodig. Dus Jan Philip de Bordes die ging op zoek naar geschikte lokale arbeiders om eigenlijk die spoorweg aan te leggen. En hij moest dus eigenlijk best goed betalen, want ja, anders kwamen ze niet. Dus hij bood 50 cent per dag om aan de spoorweg te werken. Natuurlijk, in onze ogen is dat een heel laag bedrag. Hè? En voor, ook in Nederland, voor een geschoolde timmerman, die verdiende echt wel iets van 7,50 per week in die periode. Maar dat was voldoende om een groot aantal Javanen, honderden Javanen zelfs, Javanen op af. Jan Philip de Bordes die klaagde in al zijn geschriften die hij naar Nederland stuurde, van dat hij, ja, Javanen deden hartstikke goed werk. Daar was hij heel tevreden over. Alleen, ja, ze bleven weg op religieuze feestdagen en wanneer er geoogst moest worden. Dus dan had hij opeens helemaal geen arbeiders meer. Ja, wat we hier hebben in het Spoorwegmuseum, dat zijn twee hele bijzondere albums, fotoalbums, met foto's die op verzoek van Jan Philip de Bordes zijn gemaakt van de aanleg van die eerste spoorlijn op Java vanaf 1864. Dus als je toen een foto maakte, moest je ook echt poseren, moest je stilstaan. Dus je ziet ook al die foto's, die zijn enorm geposeerd. En je ziet heel duidelijk onderscheid tussen de Europeanen in hun witte pakken en de Javanen die naar het werk waren gekomen. Die vaak met ontbloot bovenlijf, op blote voeten, met kruiwagens, met spades aan de gang gingen.
Ik denk dat de aanleg van de eerste spoorlijn op Java wel iets betekend heeft voor de beeldvorming in Nederland. Want daarvoor werden grote infrastructurele projecten werden eigenlijk altijd met dwangarbeid uitgevoerd en gerealiseerd. En dit was de eerste keer dat een groot project redelijk succesvol werd uitgevoerd met behulp van vrije arbeiders. En tot het eind van zijn leven heeft Jan-Philip de Bordes dan ook bekend gestaan als de pionier van de vrije arbeid.